En dan de algemene ontvangst uit. Ik ben bij het PP en ik ben bij de snellader. Ik ben nu aan het afrekenen. En hoeveel moet ik betalen voor de snellader, meneer? 8 euro alsjeblieft. 8 euro. Ben ik nou de eerste deze week? Of komen Nee, dagelijks meerdere klanten. Dagelijks meerdere klanten. Ja, dus het is echt gewoon, bij BP kun je gewoon benzine kopen, maar je kunt ook gewoon echt even kijken naar de snellader. Heb je er al een speciale knop voor of moet het nog een nog beetje niet, als... Nog niet. De bedoeling is dat het op een pasje gaat. Binnenkort. Okay. Je kunt alleen er doorheen halen met pinnen. Oké, dat is nog even niet. Ze hebben nog niet het nieuwe pinnen. Ja. Dus eventjes kijken. Ik dat maar niet meepinnen. 12,95. Oh ja, dat komt. Want ik heb inderdaad nog drop en dingen. Dus ik kan hier gewoon voor 8 euro snellader. En dan kan ik even 100 kilometer erbij halen. Bij BP. Heeft u ook een telefoonnummer van BP? Dat staat erop. Oké, dus hier import weg. En wat zijn de openingsrijtijden van de snellader? Het is 24 uur per dag. Ja, en hoe heet dat? Om met contant te betalen moet je... tussen 6 en 11 uur 's avonds. En daarbuiten? Daarbuiten hebben ze speciale druppel daarvoor. Mm-hmm. Dat zal ik u even laten zien. Wat is dat dan? Daarmee wordt hij geactiveerd. Oké. Okay. Dan kun je laden. Dus na 11 uur kun je niet meer cash betalen. Dan moet je gewoon zo'n ding hebben, zo'n sleutel hebben. Oké, okay. Bedankt.